Eerste corner de Graafschap sinds de rust. 2-1. De corner van Robert Fuchs wordt binnengewerkt door Vreeman. En bijna halverwege de tweede helft is de Graafschap terug in bedrijf. Van der Haar. Van der Haar. Tegen Koeman aan. Het is in de tweede minuut van de tweede helft een corner voor de Graafschap. Kort op Fiscaal. Fuchs, Fiscaal. Ibrahim. En treffer Vreeman. Binnen twee minuten geeft het startoffensief van de tweede helft van de Graafschap resultaat. En het is linkerverdediger Vreeman die zijn naam achter het doelpunt schrijft van dichtbij. Elfde minuut, eerste corner van de wedstrijd met Godé. Tweede hoekschop van het hoofd van Jonk. Weer Godé. Waterreus Wijkvold. En had dat beter niet kunnen doen. Want nu is het raak door de kleine verdediger Vreeman. Elfde minuut. En echt groot is hij niet, Jan Vreeman. Maar hij scoort wel vaker uit dit soort standaard situaties. Godé kort op Victoria. Bal in de richting van Ibrahim en Redeker. Dan de kans voor Jan Vreeman. En uit het eerste kansje van de wedstrijd scoort de Graafschap meteen. Die indraaiende voorzet van Edwin Godé zorgde voor veel problemen in de verdediging van Volendam. En na wat klutswerk zet Jan Vreeman zijn linker tegen de bal en leidt de Graafschap. De Gier. Overtreding Vreeman. Die heeft al geel en krijgt dus nu rood. Een voorsprong vast te houden, uit te bouwen. Het lijkt wel of ze liever op achterstand staan. En nu is het Vreeman die naar voren is gekomen. Kooijman krijgt hulp van de paal. Ferrier. Vreeman die zich verslikt in Nelissen. En de vraag is wat dit wordt. En opnieuw een rode kaart voor de Graafschap. Vreeman de bal kwijt en zijn tegenstander. En hij kan eraf. Fuchs met de inswinger. Toemba, bal gemist. Vreeman, bal op de paal. Snel dus, nog altijd is de bal los. En eindelijk lucht voor de verdediging van MVV. Dat was even schrikken voor MVV zo snel in de tweede helft. Ditmaal Vreeman die het aluminium raakt. Peters, Sikora. Maar het voetbal bij Vitesse is eruit en Vitesse moet het van voetbal hebben. Bot. Sikora. Peters met Vreeman. En dat is nou typisch de Graafschap. Jan Vreeman, een kind hier van de Achterhoek. Gaat voorop in de strijd.